Deze video is mede mogelijk gemaakt door StartSelect. Bij StartSelect kan je dus V-Bucks kopen die wat goedkoper zijn dan bijvoorbeeld standaard die je bij Fortnite kan kopen. Dus wil jij V-Bucks, giftcards of andere digitale games bij StartSelect kopen? Gebruik dan mijn code GAMESVRIL om korting te krijgen op je bestelling. En we gaan nu door met de video. Springen we eraf en dan krijgen we geen fall damage. Prima. Hop, dat is één. De laatste guy. 15e kill kan het worden. Dat was trouwens een heerlijke kill hier. Gloednieuws video op mijn kanaal, GamesVRIL. In deze video, zoals je ziet, spelen we niet met zomaar een skin, maar met een paarse skulltrooper, de OG versie natuurlijk. En de reden waarom ik eigenlijk deze skin weer heb aangezet, is de backpack, jongens. Deze backpack kreeg ik laatst in mijn locker eigenlijk gestort van Fortnite. En dit is dus eigenlijk de versie, je had hem ook in het groen en in het wit, en of wit of blauw, ik weet het niet eens meer. Maar ze hebben dus nu ook een paarse variant toegevoegd, en die kon je eigenlijk alleen maar krijgen als je de OG skulltrooper variant hebt. En die heb ik dus, dus het is eigenlijk de rareste backpack die je eigenlijk kan krijgen, want ja, Skulltrooper skin is gewoon speciaal, de paarse versie in ieder geval. Dus met deze backpack en deze skin combo gaan we natuurlijk proberen dit solid gold potje te winnen. Want we spelen dit solid gold, jongens, tegen squad members. Of squad members, dat bedoel ik niet, tegen squads bedoel ik. We spelen in ons eentje tegen squads van 4 man. Dus dit kan nog wel even een tricky potje worden, maar we gaan gewoon kijken of we er gewoon een gekke game van kunnen maken. Hopelijk natuurlijk zoveel mogelijk kills te farmen en dat zal super dope zijn. En dan gaan we dit potje gewoon ownen, jongens. I feel it. Dit wordt een lekker potje, hoop ik. Ik hoor in ieder geval op mijn vliegtuig, ik hoop dat het lekker druk wordt in Tilded. Zodat we natuurlijk veel kills kunnen gaan pakken aan Neval, we hebben een sniper. Oké, ik hoor veel schoten, ik ga er maar gewoon gelijk heen, jongens. We want the kills aan Neval. Oké, ik heb in ieder geval 50 shield al. Oh, er is wel gebouwd. Maar waar zit die enemy dan? Zit hij daar ergens nog? Ik heb geen idee. Ik hoor ook vliegtuigen. Ik heb eigenlijk niet echt close quarter weapons. Dus ik moet even een SMG zien te pakken, man. Of een shotgun. Kom op, alsjeblieft. Gun mij. Oké, nice. Oh, perfect. Kijk, jongens. Je vraagt het gewoon om. En je krijgt het wapen ook nog gewoon in je handen gedrukt ook. Oh my god. Ik hoor iemand lopen, volgens mij. Ik denk dat hij helemaal boven zit, jongens. Oh god. Ja, ik wil niet helemaal naar boven lopen. Aangezien ik niet zoveel mats heb. Maar ik hoop dat hij naar mij toe komt. Ik hoor hem wel lopen, jongens. Oké, vriend, kom naar mij toe alsjeblieft. UB, please. Oké, ik hoor hier nog beneden de kist. Laten we die maar even pakken. En dan gaan we gewoon daarna naar die kerel toe komen. Of toe lopen. Ja, het is wel kut dat je dus tegen 4 man speelt in mijn eentje. Kijk, ik heb het nooit echt in een video gedaan, solo squads. Dus, maar we gaan het gaan proberen. Kijken of we dit kunnen halen. Kerel, kom je van het dak af? Ik zie hem daar lopen. Je ziet hem ook. Hij loopt nu daar. Oh, lucky bastard. Oh! In je gezicht, jongen. Oh, wat een lekkere kill. Wat? Die snipe, jongen. Oh, perfect. Oh, hij heeft een shotgun voor mij. Dank je, Shun. Dat is heerlijk, man. Oh, nice. Thank you very much. Oké, ik neem toch wel de minis mee boven die gliders. Want ja, scheid aan die gliders. Oh my god. Oké, eerste kill is al binnen. Dat was een heerlijke kill, jongen. Alright. Zijn er nog wat meer mensen hier geland toevallig? Want ik wil eigenlijk wel wat meer kills kunnen pakken. Tot nu toe lijkt het heel leeg in Tilden. Dus ik ga gelijk weg, denk ik, man. We pakken zo'n hoverbord en we piepen hem gewoon. Wat raar dat er zo weinig mensen hier zijn. Ik heb natuurlijk 1 kill gemaakt. Volgens mij waren er echt maar 2 andere mensen naast mij. En dat was wel minder fijn. Oké, dan gaan we gelijk door naar de andere areas. Kijken of we daar wat meer mensen tegen kunnen komen, jongens. Let's fucking do this. Oké, ik wil ooit nog een keer een kill maken van deze hoverbord, jongen. En dit is de kans, dit is de kans. Oh my god, die kwam close. 1 hit. Kom op, 2 hits. Lekker. 3 hits. 4 hits. Oké, die kerel is echt de Sjaak. Vriend, je bent fucking low, ouwe. Oké, ik ga hem met shotgun doen. Oké, dit wordt vet, dit wordt vet. Even hier. Dan springen we. Hoppakee. Hot! Oh, shit. What the fuck, ouwe. Wat doen wij allemaal met deze enemies, gast? Holy shit, ouwe. Oké, nee, ik vond het wel een redelijk chille kill. Het was niet helemaal soepeltjes gegaan. Maar prima killetje, hoor. Ik zeg je eerlijk. Wat een gozer, ouwe. Die kerel had niks door, man. What the fuck, ouwe. Oké, chill. Let's go. Zo gaat hij lekker, jongens. 2 kills. We gaan gelijk weer door met de hoverbord, jongens. Let's fucking do this. Oké, even zien. Waar kunnen meer mensen landen? De bus ging best wel via Retail. Dus ik ga die kant maar een beetje weer op. Alright, dit ding is super chill om even te moven van A naar B. Dus dat is super handig natuurlijk. Oké, zijn hier nog enemies te vinden bij Dusty of zo? Dat zie je ook altijd wel dat hier mensen zitten. Hallo, mijn Nevals. Even springen. Oh shit, dit ding besturen is best wel lastig nog. Is hier nog een frappant ventje die rondloopt hier? Dat is mijn vraag. Hots! Oké, dit ging wel een stuk... Oh, yo, check die 360's, jongens. Oh, I love it. Ik vind dat wel echt een vette update, man, deze hoverboard. Het is wel vet te gebruiken. Het is wel lastig. Ik moet er nog wel een beetje aan wennen. Maar het is best wel leuk te gebruiken, man. Gewoon een beetje zo... Wow, skirt, saltotjes maken en hop, we landen hem gewoon weer. Oké, dit ging wat minder goed dan ik had gedacht. Huts. Oké, ik denk dat er mensen in Retail zitten, jongens. Ik ga hier even gluren. We zitten niet meer safe, maar we kunnen easy gewoon weer naar de safe natuurlijk door dit mooie hoverboard dingetje.
Is hier iemand te vinden? Hallo, zijn er nog mensen aanwezig hier? Kijk, ik heb op zich wel decent mensen, dus daar ben ik niet heel erg bang voor. Het enige waar ik bang voor ben, is dat ik niet zoveel kills ga krijgen dit potje. Terwijl ik dat wel wil. Huts! Oké, dit ging op zich wel soepel, maar ook weer niet. Hallo, is er iemand aanwezig nog? Ja, dat is... Ja. Je ziet hem daar. Oké, een beetje struggles. Vriend, jij hebt echt letterlijk net met een haartje van de dood ontsnapt. Oh, ik kon er geen rem plaatsen. Oké, ik zit hoger dan hem. Oh god. Oké, nu gaan we de swats krijgen, jongens. Dat is één. Oké, waar zit die andere chat? Die zit nog boven. Ik zie hem. Oké. Oh god. De squads pakken me. Zo, ik heb een shield. Even naar de shotgun reloaden. Hop, weer één. Oh my god, hij is zo weak. En ik ook. Ik heb geen match meer. Oké, we hebben weer heals. Ik heb match nodig, jongens. Ik tril zo erg. Oké, we hebben match. Die boom, jongen. Echt. Haal dat ding even weg. Dankjewel. Hij heeft een rift. Ik ga hem uit de lucht schieten. Volgens mij is hij heel weak. Waar ben je? Kom op, vriend. Hij is volgens mij echt one-shot, ouwe. Oh, waarom kan ik dit nou weer niet? Oké, wacht. Hij vliegt dan nog steeds. Ik ga het gewoon proberen. Oh, shit, ouwe. 220 men. Oh my god, die metertjes. Die liegen niet, jongens, die afstand. Holy shit. Oh mijn god, ik moet even goed zitten, man. Wat is dit voor potje, man? Ik heb dit nog nooit meegemaakt, zulke plays. Holy shit, gek. Holy shit. Oké, waar is mijn hoverbord? Dat ding moet ik even zien te vinden, want anders gaan we dood. En dat wil ik niet na deze actie. Holy knijters, man. Waar heb ik dat ding eigenlijk gelaten? Ik moet... Oh, ik weet het alweer. Oké, ik moet even een stukje terug de safe zone in, want volgens mij staat hij daar. Ja, 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 chill. Wat een kill, ouwe. Ik kan niks anders zeggen dan wat een kills. Holy shit. 5 kills in de broekzak. Prima hoor. Even turnen. Dit ding kan het even draaien. Dat gaat wel lekker snel. Oké, let's go. Chill. Let's get out of here. Holy shit. Ik kan echt niet geloven dat we dit net hebben gedaan. Oké, nu moet ik wel even een beetje opschieten naar de safe zone. Is het ver? Nee. Oké, chill. Dat is mooi. Woe, gast. Het is gewoon squads natuurlijk. Je zag het ook net. Het waren 3 man die ik even moest ownen in mijn eentje. Maar holy shit, ouwe. Dat was een lekkere play. Ik zag daar volgens mij iemand. Ja, ja, ik hoor ook een hoverboard. Oké, er zit weer een guy naast me. Oké, even een beetje opschieten nog. Even hop, boosten. En we zitten alweer in de safe zone. Oké, chill. Hierboven zit namelijk een guy op zo'n hoverboard. Yep, 2 guys zelfs. Oké, er even vanaf. Mag dat? Dankjewel. Ik vergeet altijd dat je ding moet inhouden om eraf te gaan. Oké, zijn hun vandoor gegaan? Nee. Neem hem in, neem hem in. Oh god, die scar is zo slecht. Waarom heb ik een suppress car opgepakt? Ik snap het ook niet. Even een bench innemen, jongens. Ik moet even die HP erbij hebben. Pak gelijk even die mini-shield weer. Dank u wel. Oké, let's go. Je ziet hem daar campen. Hij heeft net wel een slurp ingenomen, wat best wel jammer is. Ik heb niet zo heel veel hout meer. Hun zit ook een beetje low aan mats, volgens mij. Ik moet er eens zien te snipen, man. Dat wordt hij. Dat is de eerste. Let's go. Ik hoop dat hij nu een beetje in de stress raakt. Nu gaan we wel pushen. Maar gooien we dit ding even neer. Ik gebruik dit ding nooit, eigenlijk. Oké, let's go. Voor het eerst dat hij misschien een keer handig kan zijn. Jazeker. Oké, ik ga pushen. Let's go. Vriend. Ik heb geen match meer. Leuk. Altijd leuk. Ik moet alles reloaden ook. Alright. Oké. Let's go. Got him. Chill. Oh, waarom zit ik de hele tijd zonder match, jongen? Dat is zo irritant. Oké. Holy shit. Oké. Nu hebben we wel weer wat match. Oké, waar hebben ze hun hoverboards gedropt? Jongens, we hebben 7 kills. Prima hoor. Dit is lekker. Hun hoverboards. Waar liggen die dingen? God, waar hebben ze die dingen neergelegd dan? Oké, chill. Nice. Oh, echt altijd die stress, jongen, om die dingen. Oké, let's go. En we gaan er weer vandoor, jongens. Huppakeetje. Dit ding is zo relaxed om voor de storm weg te vluchten, jongen.
Heerlijk, 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 zeggen we dan. Alright, ik ga sowieso voor de 10 kills, maar ik probeer zoveel mogelijk te halen, want het is natuurlijk wel in squads. Maar mijn mats laten echt mij in de steek nu, jongens. Ik heb zo weinig. En ik moet het wel de hele tijd in mijn eentje tegen squad mensen spelen. Dus ik denk dat ik wat rustiger aan moet spelen nu. Daar is wel veel gebouwd, though. Oké, heel even deze boom hakken. Toch weer iets van hout erbij, want ik heb helemaal niks meer. Ik wil ook even hout selecteren, dank u wel. Oké, en weer gaan. Oké, ik denk dat hier wel wat mensen zitten nog, man. Er was namelijk wel veel gebouwd daar net achter mij. Oké, wie wil zien of we mensen tegenkomen? De eerste prioriteit is nu wel even naar de safe zone te gaan. En dan zien we vanzelf wel hopelijk wat mensen. En ik moet echt wat mats gaan fixen, man. Dit is echt letterlijk niet eens 100. Ik heb gewoon niet eens 100 mats, jongens. Oh, wat erg. Oké, even deze boom weer hakken. We zitten bijna safe, dat is mooi. Relax, relax, zeggen we dan. Oké, even zien. Niemand in mijn nek ergens? Nee. Mag ik dit ding? Dank u, Sean. Oké, shit, houden. Ja, ik ben een beetje aan het stressen. Want ik weet dat als ik de eerste volgende fight een beetje inkom, dat ik een beetje de struggle krijg met mijn bouwmateriaal. En daar ben ik een beetje zenuwachtig voor nu. Oké, ik denk dat ik gewoon de... Ik hoor een geluid en dat is een guy achter mij. Ik moest heel even nadenken wat het was. Boom! Yo, wat gaat die gast snel, ouwe? Holy shit. Oké, weet je wat slim is? Oh, daar zitten mensen. Oh my god, perfect. Dat is één. Let's go. Ik heb JP nodig, vriend. Sorry. Oké, ik wil niet gesnijd worden door die andere guy daar. Oké, ik blijf heel even in de C-zone zitten om die andere chat te killen. Er zat nog een chap hier. Let's go. Die hebben we ook. Heel veel zijn match farmen. Dank u. Oh, fuck. Er zit hem even eraf. Dank je wel. Oh, wat kut. Dank u wel, dank u wel. Sorry, ik heb je HP weer nodig. Oké, en we gaan er vandoor. We gaan er vandoor. We hebben een kampvuurtje bij ons, jongens. Dus don't stress. We gaan er vandoor. Let's go. Huh. Woehoe. Hey vriend, hoe is het, jongen? Boom. Gast, what the fuck deed jij, ouwe? Oh my god. Sommige mensen weten nog steeds niet helemaal hoe het spel werkt, volgens mij. Dankjewel in ieder geval voor je normale scar. Ik denk dat die wat chiller is met de bloem. Gast, we hebben 10 kills. 10 kills hadden we net toch ook? Of hadden we 9? Nee, we hadden er 9. Oké, het zal wel. Ik weet het tel niet eens meer, jongens. Ik weet het tel niet eens meer. Oké, ik weet wel dat we nog tegen 7 andere mensen moeten. En dat ik full match bijna ben. Holy shit, behalve mijn ijzer natuurlijk. Maar je kan dus... Oh, dat wist ik niet eens. 999 hout. Dat is wat chill. Oh shit, je kan dus veel meer mats krijgen. Oh, dat is super handig. Dat is echt heel erg handig. Want zeker omdat ik in mijn eentje ben, is dat heel erg fijn namelijk. Ik hoor weer iemand. Ik hoor een quad. Let's go. Let's go, hij is weak. Dankjewel. Let's get it, ouwe. Ik hoor mensen in met een rift. Oké, die kerel, zijn quad rijdt verder. Daarboven kunnen ook mensen zitten. Alright, sowieso die guys met die rift komen hierheen. Ik maak zijn teammate alvast af. Toch weer even een guy minder sowieso. Je moet gewoon iedereen uitschakelen in solo squads, jongens, die je kan. Wat match farmen, dankjewel. Hoppel, hoppel, hoppel. Altijd handig, dankjewel. Oké, we gaan deze berg op, jongens. Let's do this. Oh shit, we worden en weg hier. Oké, we gaan deze berg op. Ik zie ook een rift. Zullen we die gebruiken? Ik weet niet, man. Die hoeverbord is ook wel relaxed nu. Oké, ik wil eerst even kijken of hier mensen zitten. Ik denk het wel. Ik denk dat... Ik ga hier... Oké, 100% hier zitten mensen. Oh shit. Jongens, oké, nu begint langzaam de stress te komen. Ik moet namelijk nog tegen één volle squad waarschijnlijk. In ieder geval, de kans is er. En ik blijf hier lekker even zitten boven. Alright, ja. Oh, daar zit iemand. Daar zit 100% iemand. Je ziet het kampvuurtje. Nou, ze gaan... Ja, je hoort hem ook klappen. Wat een gast. Wat een gast. Met z'n tweeën. Met z'n tweeën zitten er gewoon in. Oké, dat is in ieder geval chill dat het geen full squad is. Daar ben ik in ieder geval blij om. Dus die andere guys er verderop. Zijn geen teammates van deze guys. Was op je voet, jongen. Doei, vriend. Waar is die andere guy? Even dit hakken. Er zit hier nog een chap. Ja, ik... Oh! Zo, de knijters. Ik had echt op tijd dat ding geplaatst, man. Waar zit deze? Oh, hij zit er wel. Smerig veentje. Hoppakeetje, jongen. Oh my god. Oké, geef me even jouw heavy sniper. Hoef ik dat ding niet te reloaden. Jongens, we hebben 13 kills. Easy going. We moeten er nog 2. We kunnen er 15 van maken. Daar zit 100% de laatste guys. In dat dingetje daar. Denk ik in ieder geval. Ik heb een rift, dus ik kan hier gewoon easy weg. Hier zat volgens mij nog wel ergens een trap. Oké, we pakken een rift. Hè? Zitten ze daar dan niet meer? Nee, ze zitten daar niet meer volgens mij. Oké, er ging niks raak, jongen. Helaas, pindakaas.
Oké, dat is in ieder geval één chap. Ik weet niet waar zijn teammate is gebleven, maar die drop ik sowieso even. Dat is echt een rukding. Waar is zijn teammate? Ik zie daar een rift. Ik kan sowieso weggaan nu. Wat is handig? 42 seconden. Ik wacht nog heel eventjes, jongens. Kijk wat deze gast van plan is. Zie je, volgens mij zijn er geen teammates. Nee, het zijn geen teammates volgens mij, man. Die kerel zat namelijk heel erg anders te kijken dan naar mij. Ja, ik denk dat hun er ook geen teammates zijn. Oké, chill. Dat is mooi om te weten. Ik denk dat ik er van tussen ga. Let's fucking do this. Kijk of ze nog wat hout hebben. Geen trap hier natuurlijk. Oké, wat hout. Dankjewel. Prima. Let's go. We are here, man. Oh, rift to go. Oh, gast, wat de hel. Wat voor luck heb ik, jongen. Oké, let's go. We gaan hier weg. I'm out here, man. Er zat er trouwens nog een rift to go bij zich. Moet je nagaan. Twee rift to go's. Oh, ik wil niet gedeagled worden uit de lucht. Of geraakt, überhaupt. Dat is wel minder fijn. Ik weet niet of dit safe zit. Nee, het zit niet safe. Oké. Oh, die kerel heeft het echt op mij gemunt, hoor. Wat een grapje, als. Vriendje, je moet toch hier een beetje heen komen, man. Oké, ik blijf lekker op deze... Oh, ik zie hier weer een rift to go. Ik ga gewoon weer erin gebruiken. Scheid. Dit is zo heerlijk aan solid gold. Je hebt alleen maar goede items, jongen. Heerlijk, zeggen we dan. Hoppakeetje. Neem hem weer in, hoor. Huppakee. Zo kan je een beetje in de beweging blijven en een beetje de high ground zoeken. Want hier zitten volgens mij de laatste twee, of niet? Dit zit net niet safe. Ik zie hier in ieder geval wel die chap van net. We zijn gewoon weer terug bij af. Where you at, bro? Woe! Dat scheelde niks. Netjes. Netjes. Deze guy is goed, hoor. Langspeed selecteren, je weet me nooit. Oké, bijvoorbeeld nu moeten we weg. Go, 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 go. Die knaap is goed, dat weet ik wel. Oké, ik zie hier ook weer een chop. Oké, weet je wat leuk is? Als je op die zipline landt, dan kan je gewoon fall damage pakken. Dus dat doen we gewoon lekker. Springen we eraf en dan krijgen we geen fall damage. Prima. Hop, dat is één. De laatste guy. 15e kill kan dit worden. Dat was trouwens een heerlijke kill hier. Holy shit, ouwe. Wat zijn we aan het spelen, man? Holy knijters. Ik heb weer zijn hout nodig. Hop, hop, hop. Even blijven bewegen. Je weet niet of die kerel daarboven een gekke aim heeft waardoor hij mij across the map snipt. Ik ben in ieder geval wel een beetje bang. Dat bedoel ik. Oké. Relax aan. Alles even rustig aan doen nu. Waar zit die gast? Dat wil ik ten eerste weten. Oké, je ziet hem. Hij zit echt daar. Shit, dit hout zit net kut, ouwe. Ik wil hem niet pieken, zeg maar. Dat durf ik niet. Ik denk dat hij me dan vol snipt. Ik ga gewoon naar de safe zone toe en ik ga het gewoon safe spelen. Laat het zo gewoon doen. Wij zitten hier in ieder geval safe. Ja, vriend, je moet hierheen komen. Komt u maar. Boompje hakken ondertussen. Altijd handig. Oké, hoe gaat die kerel naar mij komen? Ik denk dat hij gewoon gaat pushen. Die rift zit niet meer safe of er is geen rift meer. Ja, ik ga niet pieken, vriend. Ik ben niet dom. Toch piekte ik daar. Oh, de bouw, jongen. Gaat lekker. Ik ga niet pieken op die guy. Ik denk dat die kerel mij echt een volle snipe gaat geven. Oké, hij is in ieder geval wel gevaarlijk, jongens. Dus ik wil niet echt dom gaan spelen nu. Ja, hij zit echt te wachten totdat ik piek, ouwe. Heerlijk geschoten van die guy. Helaas heeft hij mij geen damage gegeven. Oké. Okay. Deze guy is goed, jongen. Lekker voor je. Wat een billfight is dit, jongen. Holy shit, ik heb mijn hart in mijn keel zitten. Sorry dat ik schreeuw trouwens. Ik ben echt hyped. De groeten, zeggen we dan. De groeten. Ik blijf hier lekker boven zweven. Op naar de safe zone. Hij zit daar vet in nog. Oké, hij mag me niet raken. Volgens mij heeft hij bijna geen match meer. Oh jawel, hij bouwt nog wel. Jongen, dit is echt... Ik heb nog nooit meer zo'n fight gehad. Ik denk dat die guy ook solo speelt. In ieder geval zo doet hij wel. Ik moet er gewoon één volle pump geven, jongen.
GG. Oh my god. Dit is echt eng. Ik denk dat hij gaat winnen. Oh my god! Wat een win, ouwe. Wat een win. 15 fucking kills. Zo... Wat een fucking potje was dit, gek. Ik kan het gewoon niet mee. Oh my god. Dit was echt, ik denk wel mijn meest spannende potje die ik ooit heb gehad. Holy shit, wat een potje. No fucking way. Ik tril als de pleuris, maar dat we dit nog wonnen. Ik wist dat ik hem een punt moest geven. Holy shit, jongens. Jongens, hopelijk vond je deze video leuk. Ik vond deze game echt insane ziek. Dus hopelijk vond je deze game ook ziek. Vergeet niet zeker even een duimpje omhoog te doen. Omdat, ja, deze game was... Ik moet afsluiten, want anders ga ik echt... Ik space hem helemaal de knijters, jongens. Bedankt voor het kijken, jongens. Ben je nog niet geabonneerd? Vergeet niet zeker te abonneren. Like de video. Het zou super dope zijn als we de 2000 likes kunnen aantikken. Dikke love voor de support, jongens. Super dope. En ik zeg tot de volgende video. Later, mensen.